Ik sta hier 30 kilometer onder Johannesburg. Het is hier heet, vandaag zo'n 30 graden. De Toyota van Annemarie en daarnaast onder een rieten overkapping de kleine caravan. De slaapkamer, er zit woonkamer, heel klein allemaal. De visvijver, er zitten vele schitterende vogels. Grote karpers zitten er. Harry is met anderen bezig om het gras te maaien. En het is nu hard werken, een race tegen de klok. Cycloonopkomst, cycloon Eloise. Maar die cycloon die komt ook hier over. En de verwachting is 60 centimeter regen. Hard werken voor weinig geld. Zo, en eindelijk in beeld, Annemarie. Ik hoorde van Harry dat er zo per jaar ongeveer 200 van die rollen voer afkomen. En dat dat elke maand gebeurt. Groot werk, ja, en ridderlijke inkomsten. Oh ja, en dan zijn er twee mannen aan het werk, dus die moeten ook betaald worden. Ja. Per baal veevoer, daar gaat nog een heleboel van af. Is dat trotse mama? Ja. Dan lopen hier de blesbokken. Wilde dieren, mannetje loopt voorop, vrouwtje erachter en daarachter nog een stel kleintjes. En 's nachts dan lopen ze het gras te eten rond je caravan. Drie blesbokken en die gaan strijd leveren om de vrouwtjes. Af en toe zoeken ze elkaar op en dan zitten ze elkaar enorm achterna. Dit is toch fantastisch als je dit van voor je caravan zo voorbij ziet lopen. Zondagochtend, er vallen al wat druppels van de naderende cycloon Eloise.